jij al ooit een bever in het echt gezien? Ik ook nog niet. Nu, wilt jij die zelf leren spotten? Blijf dan zeker kijken. Christijn is directeur van Natuur.studie en die weet echt alles over bevers. We zitten hier in het Münsterbos. Ja, klopt. Ik wil heel graag zelf bevers leren spotten. Ja. En blijkbaar is het hier een goede plek. Waarom? Ja, hier zijn een familie bevers al een aantal jaar. Er is voldoende rust, er is eten, water, dus hier heb je wel een kans. Dus ik ga hem zeker zien, wilt je zeggen? De familie die hier zit is redelijk schuw, dus die laat zich niet zo gemakkelijk zien. Maar we kunnen wel proberen natuurlijk. En dan zou ik eigenlijk het liefst nog vanaf de paden die bever willen zien. Zodat de mensen thuis die ook met mij mee kunnen spotten. Oké, dat maakt het extra moeilijk. Vanaf de paden kun je zeker heel wat sporen zien. En ja, waar dat die beversporen zijn, zijn misschien ook bevers. Gaan we proberen? Ja, graag. Gaan we die kant uit? Ja. Als ik naar een bos ga, dan zie ik eigenlijk wat bomen en wat struiken, maar voor de rest... Ja, je moet een beetje weten waar je op moet letten natuurlijk. Maar als je dat één keer gezien hebt, dan wordt het eigenlijk heel gemakkelijk. En dan kun je het bos eigenlijk beginnen lezen, bijna zoals een boek. Oké. Hier moet je eens kijken, wat komen we weer tegen? Hier zien we beversporen. Weet je waar je op moet letten? Ja, eigenlijk niet. Ik zie hier een plas water. Dat is een goed begin. Ja. Het is heel droog. Er zou normaal gezien heel weinig water zijn. En uw bomen blijven normaal gezien buiten de beek. Maar dus hier staan die gewoon middenin. Dat wil zeggen dat uw water breder is geworden. Oké, ja. Iets anders waar je op kunt letten is... Dit is geen vijver, dit is normaal een beekje. En dat stroomt. Maar het stroomt nu niet. Dus dat wil zeggen dat er hier ergens stroomafwaarts een dam is die het water tegenhoudt. Dus dat is allemaal door die bever? Dat is allemaal door die bever. Amai, je ziet hier. Ja. Dit is een eik. Afgeknabbeld door de bever. En dan vervolgens ook omgevallen. Je moet er maar eens aan voelen. Het zijn allemaal de tandafdrukken. Hier heeft hij allemaal gebeten. En dan vind je rond die boomstam ook zo'n die stukjes hout. Dit is onmiskenbaar het werk van bevers. Ja, ik begin ze echt overal te zien. Oké. Ja, hier zie je heel duidelijk die verschillende facetjes zo. En daar ook nog. Ja. Wow. Mooi, hè? Ja. Maar ik heb u toch een paar meter mee in het gebied gebracht, omdat ik u dit wel echt eens wil laten zien. Hier is een dam gemaakt door de bever en die hebben eigenlijk heel dit stuk blank gezet. Van hier, waar dat de begroeide dam is, tot helemaal daarachter, waar dat de laatste dode bomen staan. Allemaal het gevolg van de bever. Amai, dat is enorm. Ja, kom hier eens kijken. Dit is een wissel. Ah ja. Dat is een paadje waar bevers gebruiken om over land te gaan. Altijd dezelfde weg. En nu is het niet zo heel duidelijk, maar in de winter is dat helemaal uitgesleten en nat. En zo'n slijkspoor door het landschap. Ja. Dus voilà, we zitten in de buurt. Oké. Het is al het moment om een beetje stiller te zijn. De zon is al wat lager, het is valavond. Dus ja, de bevers kunnen nu al wel uit hun holen zijn. Oké. Dus ja, we hebben meer kans om ze tegen te komen, maar ik wil eigenlijk iets anders laten zien. Wow. Dus hier is een van de dammen. Ja, oké, dat is duidelijk. Mooi, hè? Ja. De kans is groot dat hier stroomopwaarts, dus waar het water dieper is, dat er één of meerdere holen zijn. En dat die daar nu nog in zit. Of aan het uitkomen is, dus we hebben echt wel reden om stil te zijn. Ja. Maar ik begrijp niet goed hoe dat een hoop takken eigenlijk dat water kan tegenhouden. Het is de plamuren dat eigenlijk actief, dus allemaal slip en modder van de bodem, ze doen dat zelf. Wordt daar tegengeduwd. Dat... Nee, dat doen ze zelf. En ze zijn er ook heel goed in. Ze kunnen dat super snel. Ik zie daar terug bewegen. Als je soms al in die grotere golven zit, ja, kan wel zeggen dat er een bever onder water vertrekt. Oké. Nu is het stilgevallen. Ja. Ja, is weg. Bedankt, Christijn, voor die geweldige tour door Beverland. Heel graag en voor gedaan. Al die tips. Maar nu ga ik wel eens terug naar de begane paden om daar eens mijn kans te wagen. Want nu moet het gewoon gebeuren. Ja, heel goed. Ik zou nog even iets anders aan doen. Er gaan meer muggen komen. Daar zou ik me toch een beetje op voorzien. Oké. Probeer je tegen de wind in te zetten, zodat ze niet kunnen ruiken. En zorg dat de silhouet niet te fel afsteekt tegen de lucht. Want ze zien niet zo heel goed, maar dat kunnen ze wel nog. Ja, oké. Merci. Succes. Ja, dank je. Ja, ik denk dat hier wel een goede plek is. Je hoort het misschien al. Hier is een beekje. Ik heb enkele sporen gezien. Takken in de beek. Een aantal wissels. Ik heb al mijn getuig bij. Mijn Kodak.
Hey, dag Siggy. Hey, Christijn. En? Ja, wacht. Ik zal eens iets doorsturen. Wow, dat is super chic. Het is gelukt. Ja, het is gewoon gelukt. We hebben daar nog even gezeten en ineens hoorde ik zo... Zalig. En daar zat hem. Dus ik heb hem gewoon gezien, van de eerste keer. Goed gedaan.